mooie lieve leeuwen van mij, welkom bij je oktober reading. En wat heb ik voor jullie moois? Ik heb twee nieuwe decks, mystieke shamanen orakel kaarten set, uiteraard weer van Koppenol gekregen. En ik heb het Enneagram engelenkaarten deck. En ik wil eigenlijk zeggen, dit is 1 en dit is 2. Je mag zelf kiezen waar je uit wilt trekken. Deze trek ik nu meteen en deze aan het einde. En de andere kaarten die ik gebruik zijn de Witch Tarot. En ik heb voor de derde week een Clarifier getrokken en die heb ik uit de Crow Tarot. Nou, dan ben je helemaal op de hoogte voor degene die alles willen weten. Oké, als je stapeltje 1, dan ga je nu je aanwijzing krijgen voor oktober van het mystieke shamanen orakel kaarten zet voor de leeuwen. Wat mag ik voor de leeuwen trekken voor oktober? Excuses voor mijn gesnotten. Ik denk dat mijn hoofd zoiets had van je wilde in september niet in beeld. Leuk, dan gaan we je nu een snotneus geven. Oeh, moeder aarde heb je. Oké. 40, gaan we even voor je lezen. Wat het je zeggen wil. Moeder aarde, op pagina 102. Wat moet jij weten, lieve leeuw? Oké. Je denkt nog steeds dat je bent verbannen uit het Hof van Eden. Dat je geen moeder en geen thuis meer hebt. Je denkt dat je heel hard moet werken om te overleven of eruit te komen. Het is tijd om niet langer te lijden. Laat die oude mythe los. En besef dat je het Hof van Eden hebt gekregen om ervan te genieten en ervoor te zorgen. Je verlangt er echt naar om naar de schoot van moeder aarde terug te keren. Luister goed naar haar, degene die er altijd voor je is. Zie het mooie om je heen en eer al het leven. Ja, ik zat daar gisteren aan te denken, zo van, waar ben ik in de loop van mijn leven nou het meest intens van gaan houden? Buiten natuurlijk mijn kind en mijn liefde en de prachtige mooie mensen die ik dichtbij me heb. En dan is het, een echte love story is zich wel aan het ontvouwen tussen de natuur en mij. Maar moeder aarde is natuurlijk die natuur. Het staat allemaal op haar en van binnen is het een grote lavabrei. Maar zij is natuurlijk de natuur. En ik vind het magisch. Nou, de magie is er dus ook voor jou. In week 1, wat heb ik voor je? Het is die Eight of Cups. En dat zegt mij van... ongeacht wat mensen tegen jou zeggen, mooi vuurteken, je gaat toch op zoek naar je eigen gevoel. Je wil je eigen waarheid voelen, leven, ook als die paden door andere mensen worden afgewezen. Jij doet het op jouw manier. En wat ik zo mooi vind, ik heb er kippenvel van, is dat je in de tweede week heb je de wereld. En ik zie dat als een beloning voor je dapperheid in die eerste week. Dat je iets totaal anders gaat doen. Zoals jij het wil. En dat, nou, je kan een beetje over als je dit stapeltje hebt gekozen. Zo van, ja, het is er dus wel allemaal voor je. De liefde en de financiën en de creativiteit en de support en... En in week 2 is dat heel dichtbij. Dan zag ik in de derde week, had je een Seven of Wands. Dat is eigenlijk een soort conflict dat je al gewonnen hebt en boven staat. En dat kun je ook heel goed pareren, weet je. Want ja, je bent de power, vind ik. De powerhouse. Ik heb er toch een clarifier opgetrokken uit de Crow Tarot. En dan kreeg ik de King of Pentacles. Die energie. Dus de aardse energie. De praktische energie. De financiële energie. Je zou ook kunnen zeggen van ja, het is een aardeteken. Dus je zou kunnen zeggen, er kan een maagd je leven inkomen. Of een steenbok. Een hele aardse dude. Of man. En in die vierde week, dit vond ik zo leuk.
zou je vissen, kreeft of Scorpio op je pad kunnen. Als je het als een love reading zou lezen. Dus door iets heel anders te doen, zou je dat naar je toe kunnen trekken. En als je zegt van luister, ik ben al 25 jaar happy getrouwd en ik ben heel erg blij met het exemplaar wat ik op de bank thuis heb zitten. Dan moet je het anders lezen natuurlijk. Tenzij je hele spannende dingen wil gaan doen met je Eight of Cups, maar dat is volgens mij een andere reading. Dit is je financiën en dit zijn je emoties. En dit is eigenlijk een organisch groeiende kaart. Geen haast. Op langere termijn kijken, rustig aan. En dit is echt puur naar je gevoel luisteren. Dus als ik het dan bij elkaar zou tellen. Oké, naar je gevoel. Naar je eigen waarheid. 13 oktober is het volle maan in Ram. Een nieuwe enterprise. Normaal gesproken is het afronden de volle maan. Maar rammen zijn natuurlijk, net als jij, ook een vuurteken. Anticyclus investeren. Er is blessing op dat wat je doet. Het is gezegend. Oké, hier ben je organisch iets aan het bouwen met geld. En hier met je gevoel. En je gevoel kan snel gaan. En als je zegt, ik wil een man of een vrouwtje. Dan zijn dit de aardetekens en dit de watertekens. Ik ga ook nog even de numerologie doen. Hè? Even kijken, als je stapeltje 2 hebt getrokken, welke engel gaat jou dan helpen? Leeuwtjes. Uriel, ze komt veel voor scheppingskracht en brengt structuur aan. Uriel. En is ook de natuur, hè? Engel van de natuur. Prachtig. Mooi veel vuur heb je. Echt veel passie. Passie voor het leven. Passie voor de liefde en passie voor het geld. En er is veel vuur. Oh, dat wilde ik nog zeggen. In die laatste week, waar je dus ook de Scorpio hebt liggen, is er een nieuwe maan in Scorpio. Dus je gaat weer alles voelen ook, hè? Ja, dat ken je ook. Nou, gaan we eens even tellen wat het allemaal bij elkaar is. Dit had ik al opgeteld. Dit was een 8, maar ik wil het wel even met je samen doen. Dit is een 8. En dit is een 21. Dus dit is 29. Blijft er een 2 over. Dit is een 4. Dat is 6. Plus 4. Dus 10. Is 1. Plus 4 is 5. Plus 1 is 6. Is harmonie. Is de lovers card. Ik zeg, er is veel potentie en veel potentieel. Omdat, het is een kwestie van ontvangen. Als jij maar je eigen zin doet. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Nou, ik hoop dat je een fijne reading vond. Excuses voor de snotneus. Ja, dat kun je niet plannen. Maar ik had vandaag dat ik dacht, ja, ik heb er zin aan. Ik ga lekker filmpjes maken voor iedereen waar ik van hou. En als je zegt, ik vind het zo leuk, ik wil naar je toe komen. De hele maand oktober geef ik €33 korting op mijn channels en readings. Dag. Tot november.